volgende week 10 ruggen. Zeker weten. 5 van die manken, 5 van... Hoe heet die gast ook alweer? Kees. Kees. Ik weet waar die zit. Mooi. Desnoods ram ik hem op zijn bek. Keurig. Laat dat maar aan mij over. Helemaal top. Oké, Peter. Maar waar is die kok nou gebleven? Die heb ik gewoon doorverkocht. Waar zijn onze centjes dan? Die komen. Echt. Ik moest eerst nog wat schulden afbetalen. Ik betaal jullie alles terug, echt. We hebben met de jongens over jou gehad. En ze willen jou nog 1 kans geven. Wat is dat? Dat is een nachtkijker. Die zet je op je hoofd en dan kun je alles zien in het donker. Die willen wij graag hebben. En wij dachten, nou, als Petertje die nou voor ons regelt, dan zijn wij niet meer boos op hem. Hoe kom ik aan zo'n ding? Kijk, je betaalt 30 rug op de zwarte markt of je maakt gebruik van je contact in het leger. Hier rechts zo? Jouw niet, maar de mijne wel, ja. Zal ik jou eens wat vertellen? Nou? Ik begin een beetje genoeg van die geintjes van je te krijgen. Is dat zo? Dat is zo. Heb je pech gehad? Oh ja? Ja, want ik heb er nog lang geen genoeg van. Hier is generaal Bousseur eigenlijk. Dat interesseert jou helemaal geen reet. Jij weet het dus ook niet. Ik weet het wel. Nou? Generaal Bousseur stond voor alles waar je niks mee te maken wil hebben. Trouw, inzet, motivatie, discipline, dat soort dingen. Ik heb zijn boek over strategie gelezen. Heel erg leerzaam. Maar ik zou er maar niet aan beginnen, Floris. Want er staan geen geintjes in. Nou, hier nog maar eentje. Hendricks. Zo link is het daar toch niet? Jawel. Dat hebben ze nog niet onderzocht. Er kunnen mogelijk nog oude blindvangers liggen. Kunnen die dingen dan nog ontploffen? Jazeker. Nou, dat kun je niet voorstellen, maar door regen en wind en beesten en zo kunnen die gewoon naar boven komen. Dus als jij nou daar bij die struiken even verder de afzetting maakt, zit dat maar hier. De Rijk, kun jij ook bij die struiken verder dat er niemand langskomt, oké? Okay? Eenmaal Schietmaals en hier eenmaal Dragon. Alles duidelijk? Voor mij wel. Goed. Ik heb alleen nog een zonnetje nodig om er een leuke dag van te maken. Moet ik er helaas vandoor. Dank, mannen. Fijn. Moet je naartoe? Vergadering. Gezellig. Waar? Den Haag natuurlijk. Waarover dan? Milieu. Bezwaar. Integendeel.
Prettige vergadering. Hey, van Bouwhuis. Er is iemand voor je. Voor mij? Bij de poort, een jongen. Er schijnt iets met je vader te zijn. Vader? Ga maar. We maken het hier wel af. Bedankt. Eefje, kom in mijn armen, lief. Floren is zo niet op. Bewijs is geleverd, ze houdt van me. Ze moet je niet. Ze is niet de enige. Oh nee, wie moet mij nog meer niet dan? Nee, jij? Ben je niet blij me na al die jaren weer eens te zien? Nee. Eerlijk gezegd niet, nee. Hoe vind je mijn nieuwe auto? Prachtig. Peter, wat kom je hier doen? Gewoon vragen of je een stukje mee wil rijden. Nee, dankjewel. Nou, ik ben er zo trots op. Peter, ik kwam hier gewoon niet zomaar weg. Paps ligt er zo slecht bij. Niet zo goed met papa. Ja, god, dat wil je als je 10 jaar onder de grond ligt. Ken jij Robbie nog? Leeft die klootzak ook nog? Ik heb wat schulden bij hem. Wat is jouw probleem? 30 ruggen. En nou wil hij zijn geld terug, of... Ik moet iets voor hem regelen. Een nachtkijker. Gebruiken jullie toch bij het leger? Jij denkt toch niet dat ik helemaal gestoord ben of zo, hè? Nee. Ik denk wel dat jij me uit de shit wil helpen. No way. Jij hebt ook in die shit gezeten. Ja, maar ik ben eruit gestapt. Dat had jij ook kunnen doen. Dat wil ik ook, maar dan moet ik toch eerst mijn schulden afbetalen. Ik weet gewoon dat jij me niet laat stikken. Jij denkt ook niet dat ik iets ga jatten voor jou, hè? Ik jat hem zelf. No problem. Je hoeft me alleen maar te zeggen waar ik zo'n ding kan vinden. Nergens. Liggen die dingen er morgen ook? Jullie hebben toch een open dag? Tenminste, ik zag zo'n spandoek hangen. Jij waagt het niet om morgen te komen, Peter. Jij loopt geen enkel risico. Jij waagt het niet. Ees. Ik wil terug. Ik heb de hele week nog niet gebeld. Die jongen die heeft het druk. We hebben morgen die open dag. Is dat morgen? Ik zou toch ook komen? Lieve schat, je bent natuurlijk van harte welkom. Ja, maar hij kan toch best even iets laten weten? Jawel, jawel. Maar die jongen die heeft nu andere dingen aan zijn hoofd. Annette. Ik heb jouw raad nodig. Iets juridisch? In zekere zin, maar anders dan jij denkt. Die beslissing van Timo. Sta jij daarachter?
Welke beslissing? Om bij de panzerinfanterie te blijven. Hij verdomt het om naar de MJD te gaan. Dat vind jij toch ook een slechte keuze? De militaire juridische dienst in Den Haag, dat is een ongelofelijke kans. Ik weet nergens van. Kas, wat is er allemaal aan de hand? Annette, dit heb jij niet van mij. Dat hij die baan niet wil, dat heb jij niet van mij. Als jij eruit wil stappen, dan heb ik een oplossing voor je. Verkoop die auto, los je schulden af en kom dan nog maar eens terug. Wat is daar zo lollig aan? Je denkt dan niet dat ik een auto kan verkopen die niet van mij is? Als ze waren aangehouden, had ik het kunnen schudden. Lazarus op uit mijn leven. Even. Wacht even. Ik wil er echt mee kappen. Geloof me. Je moet me helpen. Eve! Tot morgen! Hé, hey, zeg, luister eens, Tim. Jenna die leest nog een verhaaltje voor, want mama komt wat later, oké, schat? Oké. Dag, lieverd. Hang maar op, Tim. Oké. Dag. Dag. Dat is je zoontje. Ja. Mijn zusje past op. Als ik haar niet had. Hoe oud is jouw zusje? 17. Heb jij broers of zussen? Nee. Ben je enig kind? Ja. Zielig, hè? Ik weet niet. Die worden toch meestal zo verwend door hun ouders? Het grootste deel van mijn leven heb ik in jeugdtehuizen en bij pleeggezinnen doorgebracht. Maar daar word je hard van, zul je maar zeggen. En jij? Heb jij je ouders nog? Jawel. Maar die wilden niets meer met me te maken hebben. Waarom niet? Tim's vader is een Nederlandse jongen die mij in de steek liet toen ik pas zwanger was. En dat is voor Turken dé manier om schande over je familie te brengen. Wil jij nog wat drinken? Ja. Wat ga jij doen vandaag? Oh, ik weet het nog niet. Ik heb geen plan. Kom je toch ook? Hartstikke leuk, zo'n open dag. Misschien doe ik dat wel. Nou, zie maar. Anders tot vanavond. Wel, lieverd.
Ja, is dit de assistent van dokter Brandsma? Ja, u spreekt met Wessel Hendricks. Ik heb vanmorgen een afspraak om een scan te laten maken. En die wil ik afzeggen. Er is iets tussen gekomen. Nee, ik heb geen agenda bij me. Ja, dan bel ik later wel om een nieuwe afspraak te maken. Ja, prima. Bedankt. Waar gaan we naartoe? Sorry. Kan ik iets voor je doen? Ja, een bakel met ijsgraag en neem zelf ook wat. Wat? Ben je een beetje bekend hier? Ja, dat ben ik. Ik zoek Eva Bouwhuis, ken je die? Ja, hoezo? Wat kan ik daar vinden? Iedereen is buiten. Het is binnen trouwens verboden voor onbevoegden. Neem me niet kwalijk. Bedankt voor de tip. Generaal. Wil je een foto van me maken voor mijn oma? Help je even mee? Nee. Wel? Je ziet er heel mooi uit. Oh, zo wil je me wel? Mm. Oh. Hey, help je ook even mee? Er loopt een rare gozer naar je te zitten. Ah, shit. Zijn er problemen? Nee, zo terug. Ja. Hey, is er wat? Nee. Corporaal Marmaris? Ja? Ik heb slecht nieuws voor je. Oh ja? Ik heb morgen niemand om die radio's in Utrecht op te halen. Ik heb Tim beloofd dat we morgen een dagje naar de Efteling gaan, dus bekijk het maar. U weet al 2 weken dat ik morgen een dagje vrij heb. Sorry, maar dit gaat voor. Dat je op je verantwoordelijkheden wijs? Ik heb ruim van tevoren met je afgesproken. Ik heb jou morgen nodig. En ik kan niet. Jezus, altijd dat kind van jou. Ik wil best rekening houden hoor, met jouw kind of met je schoonmoeder of weet ik veel wat. Maar in dit bedrijf moet je op elkaar kunnen rekenen. Hè? Jij bent morgen gewoon hier. Een andere keer nemen we maar een vrije dag. Ja? Jezus, wat is die vent toch een lul. Problemen? Hij wil dat ik mijn vrije dag intrek. Hij weet al 2 weken dat ik morgen een dagje uitga met Tim. Praat wel even met hem. Misschien is er een andere oplossing. Hoi, hoe laat beginnen jullie? Over een kwartier, hoezo? Nee, zomaar. De kijker versterkt nog deel tussen die bij nacht nog aanwezig zijn. Snoeten vandaag met losse flodders. Laserzender op de loop, bootst de kogel na. Nou, rustig aanleggen. We hebben alle tijd. Dan inademen. Rustig uitademen. En als u helemaal hebt uitgeademd, het laatste restje lucht is weggeblazen, dan schiet u! Zeg, die loop is krom. Of uw ogen staan scheef. Staan mijn ogen scheef? Nou, geef nou maar gewoon toe dat die loop krom is. Oké, jij je zin, de loop is krom. Iemand anders proberen? Ik was nog niet klaar. Tuurlijk wel. Je gaat toch niet doorschieten met de kromme loop? Kan ik hier ergens ook door zo'n nachtkijker kijken? Daar verderop. Maar ik zou er maar niet aan beginnen als ik jou was. Hoezo niet? Die lenzen staan ook krom. Annette, het is corporaal Marmaris.
er allemaal maar eens. Annette van Dobbenburg, mijn vriendin. Hey, dag. Nou, valt er nog wat te beleven op zo'n open dag? Laat mij maar eens even zien waarom ik zo nodig het leger in moet. Ik zal even een rondleiding geven. Ik zie je zo. Oké. Okay. Met deze kijker kunnen wij in duisternis opereren als bij dag. De kijker versterkt de lichtdeeltjes die bij nacht nog aanwezig zijn. U kunt het zometeen zelf in deze tent gaan beleven. Het is binnen donker, maar met deze kijker kunt u alles zien wat we hebben neergelegd en opgehangen. U volgt gewoon de pijlen en binnen 3 minuten vang ik u hier weer op. Eerste kandidaat? Ja, ik wil. Komt u maar. Ik zal u even uitleggen. Hiermee zet u hem aan. Ja. Binnen mag u de dopjes er pas afhalen. Oké. Okay. Zo. Even een zak doen. Zit hij goed zo? Ja, veilig. Oké. Okay. Gaat u binnen. En op mijn teken mag u de dopjes eraf halen. Haalt u ze er maar af. En gewoon de pijlen volgen. Uit? Ja, hè? Vond u het? Ja, echt helemaal te gek. Ja, mooi. De volgende. Goed, zie je die korrel? Ja. Nou, die moet precies in het midden van het doel. Wacht even voor. Ja? Ja, ik heb hem. Nou, dan trek je het wapen goed in je schouder. Je ademt rustig in. Een beetje uit. Zet je adem vast. En druk maar af. Nou, volgens mij was je je doel kwijt. Volgens mij zit hij midden in de roos. Oh ja? Dan heb je toch weinig vertrouwen in me. Straks. Happy? Ga je uit jezelf weg of moet je terrein af laten gooien? Het is toch een open dag? Peter, doe me een lol en laser op. Hey. Hi. Hallo. Lekker druk is het al, hè? Ja. Werk je ook hier? Heel goed gezien. Woon jij er in de buurt? Nee, ik kom voor Eve. Oh. Dit is Peter. Ik ben Eva's favoriete broer. Hm? Ik dacht dat... Wat? Niks langer. Heb ze nooit wat over mij verteld? Jawel, een paar keer. Wat zei ze dan? Niks bijzonders. Ik loop even met je mee naar de uitgang. Ik ben nog helemaal niet weg. Peter? Zo ging dat dan vroeger ook altijd. Hey, dat is die rare gozer. Nee, wat? Waar ik het net over had, die Eva liep te zoeken. Wie is dat? Een kennis van vroeger, begrijp ik. Ben ik gisteren niet duidelijk geweest? Heel duidelijk. Jij wil mij gewoon niet helpen. Oh ja, denk je nou echt dat ik jou ga helpen om zo'n kijker te jatten? Ik heb jou helemaal niet meer nodig. Ik heb er al eentje op gehad. Ik heb een plannetje. En hoe wou je dat doen dan? Dat ding jatten en die vrolijke terrein afwandelen? Absoluut. Ach, maar je komt nog geen 2 meter verder met dat ding. Verder van wel? Echt niet. En helemaal niet als ik straks nog even met wat mensen ga praten. Ja. Dat moet je vooral doen. Let maar op. Zal ik mijn bek ook eens over jou opentrekken? Oh, nou, dan ben ik echt bang. Kan ik me voorstellen. Volgens mij vinden ze het hier niet leuk als ik ze vertel dat mijn huis vol staat met spullen die jij hebt gejat. Oh, denk je nou echt dat ze zo'n klein, zielig crimineeltje als jij serieus gaan nemen? Ze lachen je gewoon uit, man. Ik denk dat ze straks om jou nog harder lachen. Weet je wel, je vroeger je geld hebt verdiend. Hm? Hou toch je smoel, klootzak. Oprotten. Of wat?
Ik wil jou hier niet meer zien. Ik wil jou nooit meer zien. Komt voor elkaar. Maar nog even wat regelen. Dag, zusje! Heb je hulp nodig? Nee. Hé, hey, sorry. Hey, dacht... Doe maar lol. Wat moet je met je eigen zaak? Ik wil dit even uitstellen. Ik slaap. Wat zou er aan de hand zijn? Waarom ben je teruggekomen op die baan bij de Militair Juridische Dienst? Oh, jezus, begin jij nou ook al? Timo, is dit je nieuwste tactiek? Wat? Weglopen of gewoon niks meer van je laten horen? Van wie weet jij dat eigenlijk, dat ik die baan niet wil? Dat doet er niet toe. Van mijn vader zeker. Nee, niet van je vader. Van mijn moeder dus. Het gaat er toch niet om van wie ik het heb, Timo? Nee, het gaat erom dat iedereen mij per se in die baan wil drukken. Ik wil je helemaal nergens indrukken. Ik vind het alleen heel raar dat ik nergens van af weet. Je praat niet met me, je laat gewoon niks meer van je horen. Is er een ander of zo? Doe niet zo idioot. Dat meisje zeker, hè? Corporaal Marmaris? Annette. Als ik even met een vrouw sta te praten, wil het nog niet zeggen dat ik iets met haar heb. Nee, maar je weet wel meteen wie ik bedoel. Doe niet zo belachelijk. Ik zal je niet langer meer van je werk houden. Ik slaap de laatste tijd niet goed. Ik heb wel wat homeopathisch voor je. Dat helpt wel. Opeens te horen krijgen dat Timo mijn zoon is, dat is toch niet niks? Ik zeg toch ook niet dat het niks is? Ik praat met Timo en ik praat met Cas. Alles is volkomen anders nu. Ja, dat heb ik al jaren. Maar het went. Ik merk ook dat ik anders ben gaan denken over mijn plannen met Mathilde. Maak het nou niet moeilijker dan het al is. Wat wil jij eigenlijk? Hi. Is je broer al weg? Waar is hij nu dan? Ik weet niet. Waarom mocht ik niet weten dat je een broer had? Hij deugt niet. Maar hij blijft wel je broer. Helaas wel, ja. Met een beetje geluk is hij binnenkort de pijp uit. Jezus, Eve! Daar is niks aan verloren, hoor. Geloof mij maar. Hij komt je wel opzoeken, die jongen. Hij komt niet voor mij. Hij wil dat ik hem help om iets te jatten. Wat dan? Een wapen? Een nachtkijker. Hij heeft schulden bij een of andere drugsbende. En die willen dat hij zijn ding voor ze jat. Omdat die dingen 30 ruggen waard zijn. Jezus. Ik wil godverdomme niks meer met die shit ooit te maken hebben. Ik heb nu gewoon een goede baan. Wat moet ik doen? Moet ik hem aangeven? Omdat hij het wil jatten, zeker. Het valt moeilijk te bewijzen. Ik kan ook vast wat mensen waarschuwen. Hey, volgens mij hoef je heel weinig zorgen te maken. Denk toch niet dat hij zomaar zo'n ding kan jatten? Er staan ik weet niet hoeveel mensen omheen. Hij is in staat om iemand iets aan te doen. Heeft hij een wapen bij zich dan? Misschien. Corporaal Marmaris? Ja? Ik ga even verderop kijken. Even over die vrije dag van morgen. Ja. Dat is geregeld. Bedankt.
je goed zo? Ja hoor. Oké, nou komt u maar. Niet bang zijn, gewoon de pijlen volgen. Met mijn teken kunt u de dopjes eraf halen. Ja, haal u de dopjes er maar af. Ik heb morgen vrijdag, bedankt. Geen dank. En weet u waar Eva Bouwhuis is? Eva Bouwhuis? Ja. Nee. Is uw vriendin al weg? Ja. Ze is toch advocaat, hè? Klopt, ja. Ik moet even weg. Rustig baantje. Iemand moet de tent dicht houden. Hoezo? Er wordt binnen een nachtkijker gedemonstreerd. Ja. Vanochtend dacht niemand dat dit de uitgang was. Bespieden we de vijand zonder dat hij ons ziet. En dan is het natuurlijk zaak om de situatie in te schatten en te kiezen voor aanvallen of terugtrekken. Ah. Voorzichtig. Vond u het? Ja, te gek. Wil ook zo'n ding hebben? Dan moet u nog even doorsparen. Ja, dank u wel. De volgende? Ja. U? Graag. Was u niet al geweest? Ja, maar ik vind het zo te gek. Ja, dat snap ik, maar er zijn een hoop mensen die nog niet zijn geweest. Ik zit te denken om te tekenen bij de landmacht. Toen ik met die kijker opliep en ik u zo zag, dacht ik, ja, dat is echt iets voor mij. Mag ik nog een keer? Nou, snel dan. Zo, je weet hoe het werkt, ja. Hè? Ik vocht de pijn en dan gaat hij me zo weer op. Precies. Bedankt. Kijk, de eerste die hadden niet zo scherp beeld. Maar in de loop der jaren is de technologie steeds beter geworden. Nu zijn ze haarscherp. Even een momentje. Kunt u doorlopen? Sorry. Ja, wat wil je dan? Rustig liggen, ik hou hulp. Hé, Kreiner, achter de tent is iemand gewond geraakt. Haal zo snel mogelijk hulp. Ja, maar wil niet ballen opschieten. Ja,
Levensgevaarlijk terrein. Jij wil mij er gewoon inluizen. Peter, kom terug! Hé, wat is er gebeurd? De kijker is gejat. Shit. Ik moet er achteraan. Alsjeblieft. Ga je nou opeens op mijn gevoel werken? Jij hebt me altijd laten stikken, dus sodomiet er je nou ook maar op. Ik heb jou niet laten stikken. Ik heb je juist overal doorheen gesleept. Door de shit, ja. Ik heb ook zo'n leven gehad. Alleen ik heb het lef gehad om wat anders aan te pakken. Denk jij nou echt dat die lui respect voor je hebben? Ze maken je verslaafd en dan zorgen ze dat je je hele leven afhankelijk van ze blijft. Dat bepaal ik zelf wel. Nee, dat bepalen zij. Zij zorgen ervoor dat jij hier iets moet komen jatten. Alleen maar omdat ik mijn schulden moet afbetalen. En dan? Denk je dat je er dan vanaf bent? Dan maak je weer nieuwe schulden en dan sturen ze je weer ergens anders naartoe. Jij bent gewoon een boodschappenjongetje voor ze, die alle risico's mag lopen. Pas op. Ah. Peter! Peter! Bij is normaal. Als je in plaats zit, ik huur. Ja, hij is gewoon. Ja, doe. Nu wel kunnen. Wat? Je zou van Cas kunnen scheiden.
Zullen we het nooit weten? Cas is dan alleen zijn vrouw kwijtgeraakt en niet zijn zoon. Toch? Je bent de helft vergeten, Wolf. Ik hou van Cas. Ik ben van hem gaan houden. Jezus Christus, dat klinkt dat treurig. Treurig klinkt het. Houden van is niet treurig. Dus wat ik eigenlijk moet van jou, dat is alleen blijven. In de buurt blijven. En mijn mond houden. En tevreden zijn met van nu al een goed gesprek. Je moet helemaal niks. Het is gewoon hoe de dingen lopen.